In de afgelopen jaren zijn deze flatgebouwen aan de Jacob Roggeveenstraat gerenoveerd. In opdracht van de woningbouwvereniging De Alliantie heeft beeldend kunstenares Margreet Haye gevelplastieken ontworpen die de zintuigen voorstellen. Zij heeft ze gemaakt van kunststof en aangebracht tegen de kopgevels van deze flatgebouwen. Neuzen, monden, oren, ogen, handen. De neuzen hebben nogal wat stof doen opwaaien door hun vormgeving en als je er met een bepaalde vooropgestelde gedachte naar kijkt, lijken zij enigszins op het mannelijk lid. Dit is, kort na de onthulling, breed uitgemeten in de lokale pers, zodat inmiddels de zintuigen behoren tot de meest bekende kunstwerken in Hilversum.